Op zondagochtend 7 december 1941 viel Japan de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op Hawaï aan. Deze aanval kwam voor de Amerikanen als een complete verrassing. Het zou er in ieder geval toe leiden dat de Amerikanen mee gingen doen aan de Tweede Wereldoorlog. Maar waarom viel Japan de Amerikaanse marinebasis aan en hoe verliep de aanval? In deze video zoeken we dat uit. Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten we eerst kijken naar de situatie aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl Adolf Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen en vanaf 1939 oorlog voerde in Europa, probeerde de Japanse keizer Hirohito de macht over Azië te krijgen. Dit land had behoefte aan grondstoffen en grondgebied voor het overbevolkte land. In 1931 had Japan daarom al het Noord-Chinese Mansuraien bezet en voerde het sinds 7 juli 1937 oorlog met China. Japanse soldaten gingen bij al deze aanvallen op een gruwelijke manier tekeer. Zo richtten de Japanners op 13 december 1937 in de toenmalige Chinese hoofdstad Nanking een bloedbad aan, waarbij naar schatting 300.000 Chinese burgers om het leven kwamen. Op 27 september 1940 sloten de Japanners een bondgenootschap met Nazi-Duitsland en het Italië van Mussolini. Dit driemogendhedenpact zorgde ervoor dat Duitsland, Italië en Japan beloofden om elkaar te steunen in conflicten met andere landen. Amerika was erg bezorgd over deze gang van zaken. De Amerikaanse president Roosevelt waarschuwde Japan om niet verder te gaan met hun agressieve buitenlandse politiek. De Verenigde Staten, die tot dan toe een neutraliteitspolitiek voerden, zouden anders wel eens in kunnen gaan grijpen. Japan wachtte de dreigende toon van de Amerikanen niet af en wilde met een verrassingsaanval de Verenigde Staten uitschakelen als tegenstander. Deze verrassingsaanval moest plaatsvinden op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op het eiland Oahu, dat onderdeel uitmaakt van de eilandengroep Hawaii. De Japanse admiraal Yamamoto was de bedenker van de aanval. Hij dacht dat Japan een langdurige oorlog met Amerika om economische redenen niet vol kon houden. Snel afrekenen was daarom de opdracht. Zijn plan gaf hij de naam Plan Z mee. Genoemd naar de zogenaamde Z-signaal dat admiraal Togo tijdens de slag bij Tsushima tegen Rusland gebruikte in 1905. Hoewel er flink wat twijfel bij de Japanse legerleiding was over de aanval op Pearl Harbor, gingen de voorbereidingen door. Op 7 december 1941 was het zover. Om 11 uur s ochtends stegen de eerste vliegtuigen op van Japanse vliegdekschepen. In twee aanvalsgolven viel Japan Pearl Harbor aan, waar op dat moment een deel van de Amerikaanse vloot voor anker lag. De Japanners. Hadden het tijdens de eerste aanvalsgolf gemunt op de aangebieerde Amerikaanse slagschepen. En verder werden ook enkele militaire vliegvelden bestookt. De tweede aanvalsgolf van de Japanners was bedoeld om het werk af te maken. Honderden Japanse vliegtuigen werden bij de aanval ingezet. De schade voor de Amerikanen was aanzienlijk. 2402 Amerikanen kwamen om het leven en 1282 raakten gewond. Daarnaast waren van de 96 schepen in de haven er 18 gezonken of zwaar beschadigd. Ook 188 van de 394 vliegtuigen waren vernietigd en 159 andere beschadigd. De aanval kwam als een grote schok voor de Amerikanen en vroeg om een reactie. En die kwam er. Op 8 december 1941 verklaarde Roosevelt de oorlog aan Japan. En al snel waren de Amerikanen niet alleen in oorlog met Japan, maar ook met Duitsland. Hitler verklaarde namelijk op 11 december 1941 de oorlog aan Amerika. Hoewel de Amerikanen eind 1941 nog niet in staat waren om de strijd met Japan en Duitsland aan te gaan, waren ze niet van plan zich over te geven. En er was ook geen reden voor, want de Japanners waren er niet in geslaagd om een beslissende slag aan de Amerikaanse marine toe te brengen. Ze hadden ze geen vliegdekschepen geraakt, en het waren juist de vliegdekschepen die later in de oorlog een doorslaggevende rol zouden gaan spelen. Yamamoto leek dit ook te beseffen. Maar naar verluid noteerde hij in zijn dagboek dat hij vreesde dat Japan niets anders had gedaan dan een slapende reus wakker maken en dat de gevolgen verschrikkelijk zouden zijn. Dat laatste bleek te kloppen. Want hoewel in de eerste maanden na Pearl Harbor Japan nog flink wat gebieden in Azië veroverde, waaronder Nederlands-Indië, leed Japan een grote nederlaag bij de slag bij Midway op 4 juni 1942. En uiteindelijk zouden de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945. De definitieve nederlaag van Japan in de Tweede Wereldoorlog tot gevolg hebben.